zwarte kat in goede brengt. Het is bijgeloof. Komt uit de tijd dat mensen nog geloofden in heksen. De zwarte kat was onlosmakelijk verbonden met de heks. Dus het kruisen van je pad met een zwarte kat, dat was geen goed idee. Maar in sommige landen geeft een zwarte kat juist geluk. Zoals in Engeland, Ierland en Japan. Dus mensen met een zwarte kat moeten daar maar naartoe verhuizen, ben ik bang. Ik heb hier een luisteraar bij me. Jij zat hier net lekker te luisteren. Wat is jouw naam? Justus. Justus? Ja. En jij hebt een vraag. Ja. Wat wil je weten? Nou, wie hebben de wetten verzonnen? Wie hebben de wetten verzonnen? En waarom wil je dat weten? Waarom vraag je dat af? Nou, wat... Laatst hadden we het op school over... Hoe oud ben je trouwens? 10. Oké, je zat het op school over? Ja, over een woord dat het niet op vakantie is, maar officieel met vakantie. En dat staat dus in de wet. Ja. Daar moest ik dus aan denken. Oh, dat is een goede zin. Nee, ja, dat is denk ik niet helemaal goed, maar... Het is niet in wet dat het met is, maar je hebt wel spellingsregels. En daar staat het wel degelijk in. Dus je hebt wel gelijk. Er zijn regels voor het hanteren van de Nederlandse taal. Maar dat heet dan in dit geval geen wet. Nou is mijn vraag, wil je ook weten hoe het met wetten zit? Of wil je het vooral weten voor die Nederlandse taal, waarom die regels te zijn? Nou, vooral wie de wet heeft verzonnen. Dus toch de wetten, dus niet de regels voor de Nederlandse taal? Nee, de wetten. De wetten. Goed, ja, want je hebt natuurlijk de wet bijvoorbeeld dat je niet mag stelen of zo, of je mag geen geweld plegen. Dat soort dingen, hè? Ja. En wat denk jij? Hoe is dat gegaan? Wat denk jij? Nou, dat er heel vroeger, een paar honderd jaar geleden, dat er toen mensen waren en die dachten van... Er moet eens iets komen waarin staat wat wel mag en wat niet mag. Ja, want zoals het nu gaat, zo gaat het niet langer. Nee. Hè, dat zal wel, dan denk je misschien van dat het chaos was of zo. Hè? Ja. Want daarvoor zijn die wetten natuurlijk. Ja. Ja. Nou, ik ben alleen benieuwd wanneer dat dan was. Ja. Want er zijn al heel lang mensen natuurlijk. Ja, klopt. Dus wanneer is het dan geweest dat ze die wet ook hebben bedacht? Daar ben ik dan ook benieuwd naar. Ja, dat weet ik ook niet. Nee, nou, dat gaan we dan even vragen. Aan Francine of aan Cora. Wie is hier de wetspecialist? Ja, geef het beide, maar jullie kunnen het opzoeken, dat scheelt. Vertel. Napoleon. Maar dat is toch heel laat? Want ik bedoel, de Romeinen die hadden toch ook wetten? Oh, wauw. Ja. Hoor jij het? Ja. 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 Ik denk ieder land eigenlijk de bol, een soort normen waar je een wet had. En wanneer ze dat systeem opschrijven, die regeltjes waren ze sowieso. Daar moet je je echt houden. Dan werd het een zootje. Maar toch is het wel interessant natuurlijk van wanneer nou bijvoorbeeld hoe dat dan gegaan is. Ik bedoel... Napoleon, weet je wie dat was? Ja. Franse keizer, hè? Die heeft half Europa veroverd en Nederland dus ook. Ja. En die heeft toen bijvoorbeeld de achternaam ingevoerd in Nederland. Vandaar dat je nu nog heel veel hebt, want mensen moesten toen achternamen gaan verzinnen, omdat hij dat had bedacht. Ja. Dus die zeiden dan van ja, ik ben de zoon van Jan, dus heet ik Janszoon. Dat is dan mijn achternaam. Oké. Dat soort dingen, weet je wel. Dus maar goed. Ja, maar als je dit meer algemeen van de Franse Ja, ja, precies. Maar goed, maar die wetten van mede en pers is wel interessant. Want hoe lang, wanneer waren de mede en de persen er? He? Precies. Dus dat is al heel oud. Dus, nou, we gaan met, ik vind dat van die mede en persen eigenlijk wel interessant. Of je daar kan kijken hoe dat dan gegaan is daar. Wat dat dan voor volkeren waren en hoe dat dan ging. Want dat nou onlangs door Napoleon is gebeurd, dat, nou ja, dat is nog een beetje recent. Ja, ik wil weten wie er ooit de wet heeft bedacht, toch? Ja. Wil je dat ook weten van die mede en persen? Zeg maar ja. 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 Helemaal goed. Nou, ik weet niet of je vader, die staat namelijk op de achtergrond. Mag hij nog even blijven? Ja, ik weet niet wat Justus wil. Ja, maar Justus, wat wil je? Wil je antwoord op die vraag? Ja. Ja. Oké, okay, nou dan. We zijn hier om een boek over Anne Frank te zoeken. Nou, ja. Dat kan je ondertussen ook even doen, want Francine gaat nu wel even zoeken. Dat duurt nog wel even, toch? Anne Frank zet wel even. Nou,
Ga eerst even naar de jeugdafdeling, anders ga je even je boek halen. Voor een spreekbeurt. De jeugdafdeling heeft ook een boek over Anne Frank. Misschien daar beginnen. Ja. Voor een spreekbeurt is het. Ga dat eerst even doen. Dan gaat wat zien even aan het werk. Dan kom je zo weer even terug. Oké, dag. Ik weet dat ze boven op de... Ja, je zegt maar even tegen. Hallo! En ze heeft nog een aanvulling. En hij zou meteen naar de Rijnmond Leesclub. Ja, daar hou ik van. Hallo. Ja, daarvoor hebben we speciaal stoelen geregeld. We willen onze luisteraars graag bij ons houden. Kunnen wij misschien een foto samen? Ja, tuurlijk. Ja, dus ik had ze speciaal aan de hand. Hoe ver zijn jullie? Ja, drie. Nou, perfect. Dus deze. Hey, we hebben er drie nodig. Ja, maar ik heb Oké. En dan moet ik deze Gabriel, ik denk dat er een foto die niet. Wat soort boekenpanel zijn we dan? Als ik dat pas een stoer, ik dat pas een mix zie. Ik ben schrijfster. Dus hallo, Erik Lemmers, hoi. Kunnen we de microfoons even hier neerzetten, als jullie het willen? Oh, dankjewel. Je bent schrijfster en je wilt even een foto met ons allemaal. Wil ik ook een foto even? Wat zeg je? Waar? Nee, Gabriel, we zijn goed. We zijn goed, ik wil een microfoon, mag ik? Ook de koptelefoon op. Dit was het interview dat zij gaf. Lijkt op een interview moet wel opschieten hoor, want we hebben nog maar heel kort. Hoe lang is die plaat? Nog? Oké. 2 minuten, oké. Hier, Gabriel. Hier vandaan. Daar vandaan. Nee, Gabriel. Doe het nou maar zo. Snel. Het duurt te lang dit. Mooi muziek. Yes, hartstikke ver weg. Ik maak er ook nog eentje. Ja, goed. Lekker gaat zij ervoor staan. Ja, is goed. Ik ben gewend of zo. Oh ja, jij bent je zoon gewend, hè? Ja. Kom eens hier. Ja. Zo. Dichterbij. Ja. Dankjewel. Ja. Nu. Ik maak meer, er ook nog Gabriel. Ik maak er ook nog een. Ik maak er wel een. Ja. Meer, op, meer. Kom hier. Ja. Deze is belangrijk te weten. Ja. Dankjewel. Nou, leuk dat je er was. Moet ik hem doorsturen of zo? Ja, maar eerst even, als jij gaat, want dan kan Jori hier gaan zitten namelijk. Dankjewel. Liora, kom je gezellig hierbij zitten, want je zit zo te... Ja, jij kan deze pakken, Jori. Helemaal goed. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dat komt goed. Ja, dat lukt niet helemaal. Rustig.